Een goede voorbereiding is belangrijk voor een succesvol onderzoek. Bereidt u zich niet goed voor, dan kan het onderzoek niet doorgaan. Volg daarom goed de volgende instructies op. Eet in de week voor het onderzoek geen producten met pitten en/of zaden, zoals brood met zaden of pitten of fruit met pitjes, zoals kiwis, druiven, bessen, aardbeien en bramen. U krijgt van het ziekenhuis een persoonlijk laxeerschema. Volg dit schema goed op. Gebruik uw persoonlijke laxeerschema en niet het schema op de bijsluiter. Het laxeermiddel kunt u met het recept wat u ontvangt van het ziekenhuis ophalen bij de apotheek van het Haga ziekenhuis of bij uw eigen apotheek. Wanneer u start met het drinken van de laxeerdrank, mag u niks meer eten. Tot twee uur voor het onderzoek mag u heldere dranken drinken. Zoals thee, water, limonade, heldere bouillon zonder stukjes en zwarte koffie. Suiker mag wel. Drink geen melkproducten, sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol. Twee uur voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u ook niks meer mag drinken. Medicijnen kunt u met een slokje water innemen. Gebruikt u ijzertabletten. Neem deze dan in de zeven dagen voor het onderzoek niet in. Geef in de vragenlijst uw medicijngebruik aan. Bent u niet nuchter, dan kan het onderzoek niet doorgaan. Verwijder nagellak en kunstnagels. Trek makkelijk zittende, niet knellende kleding aan. Laat waardevolle spullen thuis. Verstaat of spreekt u geen Nederlands of kunt u zich niet goed uiten door bijvoorbeeld AVACI? Neem dan iemand mee die kan vertalen of voor u kan communiceren. Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich in het ziekenhuis. In de bevestiging van uw afspraak staat waar u zich kunt melden. Soms loopt het onderzoek voor u uit. Is dit het geval, dan wordt u wat later geholpen. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de uitslaapkamer. Hier krijgt u een bed toegewezen. U krijgt een speciale onderzoeksbroek aan. Voor het onderzoek wordt u aangesloten op de monitor. U krijgt een bloeddrukband om uw bovenarm en een knijper op uw vinger om de hartslag en het zuurstofgehalte te meten. Er wordt een infuusnaaldje geprikt. U krijgt een polsbandje met uw gegevens om. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen. Als u aan de beurt bent, haalt de endoscopieverpleegkundige u op en brengt u naar de behandelkamer. U heeft een afspraak voor een onderzoek of behandeling op de afdeling endoscopie. Hierbij krijgt u sedatie. Dit heet ook wel een roesje. Tijdens het onderzoek krijgt u zuurstof via een slangetje in de neus. Het roesje bestaat uit een rustgevend middel en een pijnstiller. Voor het onderzoek geeft de arts of endoscopieverpleegkundige u via het infuusnaaltje medicijnen. Door deze medicijnen voelt u zich rustiger. U kan slaperig worden en u heeft geen of minder pijn. U bent wel aanspreekbaar en u kunt eventuele instructies van de arts of endoscopieverpleegkundige opvolgen. U komt voor een onderzoek van de gehele dikke darm en het laatste stukje van de dunne darm. Dit gebeurt met een flexibele kijkslang de kolonoscoop. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Het onderzoek wordt gedaan om eventuele afwijkingen op te sporen, te behandelen of uit te sluiten. Voor het onderzoek begint, stelt de arts u een aantal vragen om te controleren of uw gegevens volledig zijn. U gaat op uw linkerzij liggen met uw knieën opgetrokken. De arts brengt een kijkslang via uw anus in uw darm. Daarna gaat de slang langzaam via de endeldarm naar de rest van de dikke darm. Om beter beeld te krijgen, wordt via de slang wat lucht in uw darm geblazen. Hierdoor kunt u het gevoel krijgen dat u moet poepen en last krijgen van darmkrampen. Om dit te voorkomen, mag u tijdens het onderzoek winden laten. Houdt u de winden op, dan kunt u meer last van buikkrampen krijgen. De arts kan u tijdens het onderzoek vragen om op uw andere zij, rug of buik te draaien. Soms neemt de arts weefselhapjes uit uw darm. Dit is niet pijnlijk. Zijn er polypen in de darm? Dan haalt de arts deze weg. Na het onderzoek vertelt de arts wat hij of zij tijdens het onderzoek heeft gezien en gedaan. Als dat nodig is, plannen wij een vervolgafspraak bij uw behandelend arts. Uw arts vertelt u dan tijdens die vervolgafspraak meer over de resultaten van het onderzoek of de verdere behandeling. U krijgt ook een formulier mee met de voorlopige uitslag. De endoscopieverpleegkundige brengt u terug naar de uitslaapkamer. Daar blijft u op het bed liggen tot u wordt ontkoppeld van de monitor. Het infuusnaaltje wordt verwijderd en u krijgt iets te eten en drinken. U kunt ook zelf iets te eten meenemen voor na het onderzoek. Daarna kunt u zich weer aankleden. De verpleegkundige brengt u terug naar de wachtkamer. Met uw begeleider gaat u naar huis. Na het onderzoek kunt u zich suf en slaperig voelen. Soms kunt u zich niet goed meer herinneren wat er met u is besproken. De medicijnen die u kreeg kunnen uw reactievermogen de rest van de dag beïnvloeden. Bestuur er om de eerste 24 uur geen auto, fiets of ander voertuig. Bedien geen machines en neem geen belangrijke beslissingen. Zorg dat een begeleider u naar huis brengt. Heeft u geen begeleider meegenomen? Dan krijgt u geen roesje. Een roesje is veilig. Er bestaat een kleine kans op een bloeddrukdaling en vertraagde ademhaling. Een colonoscopie is een veilig onderzoek. De kans op ernstige complicaties is zeer klein. Toch zijn complicaties niet helemaal uitgesloten. Daarom zijn we verplicht u deze te melden en u te vragen of u de risico's heeft begrepen. Heeft u na het onderzoek veel buikpijn, koorts of zijn er tekenen van een bloeding zoals helderrood bloedverlies of pikzwart ontlasting? Neem dan direct contact op. Ons telefoonnummer staat in de folder die u krijgt bij de bevestiging van uw afspraak en op het uitslagformulier dat u meekrijgt na het onderzoek. Tot ziens in het Haga Ziekenhuis.